Vraag voor meneer Bruins van LTO. Ik vond het interessant wat hij zei over dat de overheid niet dat de overheid lijkt uit te gaan van wantrouwen en de kennis van de boer eigenlijk te weinig wordt gebruikt. Kan hij daar een concreet voorbeeld van geven? Dus waar, als we het over uitvoerbaarheid op het erf hebben, waar kan de overheid nou een beetje, moet de overheid echt een pas op de plaats maken en kunnen we dat echt omzetten naar eigen regie of eigen monitoring of eigen inzet van de boer? Meneer Bruins. Ja, dank u voor de vraag. Het is wel een mooie vraag namelijk ook. Want we lopen daar dus inderdaad echt tegenaan. En u vraagt om een praktisch voorbeeld. Nou, stel, we hebben het altijd over circulaire landbouw. En dan hebben we het altijd over veehouderij en plantaardige sectoren die ook de samenwerking met elkaar hebben. Nou, wat zie je vandaag de dag bestaan? Je hebt bedrijven die een gemengd bedrijf hebben, hè? Dus en akkerbouw en veehouderij. Die moeten vaak hun bedrijf splitsen. In een economische zin, dus ook in boekhoudkundige zin, moeten zij hun bedrijf splitsen omdat die dingen niet, omdat ze niet bij elkaar kunnen komen. Om allerlei redenen. En dat gaat uit van wantrouwen vanuit de overheid. Wij hebben al heel vaak gepleit. En dat is hetzelfde als een akkerbouwer die samenwerkt met een veehouder. Je kunt gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een stuk grond. Dus de veehouder die zorgt dat er mest op die grond komt, waardoor die planten gevoed kunnen worden van die akkerbouwer. En nu hebben we daar heel veel regelingen voor nodig. Er moeten heel veel papieren over en weer. Er moeten allerlei transporten moeten daarvoor geregeld worden en moet vastgelegd worden. Terwijl wij heel vaak gepleit hebben, goh, laat nou die veehouder en die akkerbouw allebei een vinkje zetten, dat ze allebei verantwoordelijk zijn voor dat perceel. Dus dat ze ook allebei aangesproken mogen worden voor dat perceel. Dat zou hartstikke mooi zijn. Dat geeft ook een intrinsieke motivatie om te gaan samenwerken. En dat betekent ook dat die akkerbouwer en die veehouder elkaar moeten vertrouwen. Hè? Want dan ga je naar een langdurige samenwerking. En nu zegt men altijd, ja, dat kan niet. Twee mensen kunnen niet verantwoordelijk zijn voor een perceel. En twee mensen kunnen niet verantwoordelijk zijn voor hetzelfde. En ik denk, ja, dat is heel erg raar. Want als de loonwerker bij mij met vieze banden van een perceel afrijdt, en de weg is besmeurd en er raakt een auto in de slip en die raakt van de weg, dan is zowel de loonwerker als ik ben verantwoordelijk. Dus ik denk, ja, twee mensen verantwoordelijk zijn voor hetzelfde kan blijkbaar prima. Laat het dan hier ook zo zijn. Dank u wel voor de beantwoording.